Daar is de schaal. Bert van Oostveen. Eindelijk. Met daarachter Benny Miller. Zeggen ze dat tegen elkaar? Wel verdiend. Aftellen. Fink, meetellen. En als ze op nul zitten, niks ervan, zegt Fink. We gaan nog even door. Bekijk het maar. Nu fluit hij af. En dan is Ajax inderdaad voor de vierde keer landskampioen. En na zo'n seizoen valt daar toch geen spel tussen te krijgen. Want het meeste aantal punten. Het beste succes en toonaangevend in het Nederlandse voetbal. Daarover bestaat geen twijfel. Met een constante trainer die precies weet wat hij wil en die terecht in deze vreugde deelt. Al is de vreugde dan natuurlijk vooral voor zijn spelers, ook voor Vermeer, de reservekeeper. Deze wedstrijd hier in Almelo was nou niet zo geweldig. En daar komen ook alle anderen het veld op. Dus ook Moisander, Kiesna, Denswil en De Jong gekleed zoals spelers gekleed horen te zijn. De Jong daar. Dook over Vermeer heen. Wie zijn er nu? Wie gaan er weg? Gaat hij bijvoorbeeld naar PSV? Pasveer? En zo trekken we de felicitatieronde door. Hier wordt eerst de schaal straks in gereedheid gebracht om uitgereikt te worden vanaf het podium. Het podium dat moet toch in vrij korte tijd neergezet kunnen worden. Daarvoor is geoefend vlak voor deze wedstrijd. Directeur Van der Sar. Dit is een makkie geweest in vergelijking tot vorige week. Ook wat betreft het eigen optreden. Het is jammer voor Ajax, dat optreden van vorige week. Zij zijn het vergeten op dit moment, nu er vrolijk gedaan kan worden. Plezier hoort bij succes. Succes vier je op een goede manier, zonder dat een ander er last van heeft. En dat is dit Ajax gegund op dit moment. Deze spelersgroep. De kampioen van Nederland. Vier keer de boer, vijf keer al speler erbij. En nog altijd plezier in Amsterdam? Of gaat de telefoon? Om eens na te denken. Op een prikkel elders. Kwanza zit overigens op het ogenblik vlak voor het doel. Links. En wordt rondgesjouwd. De man die begonnen is zijn voetballoopbaan bij Ajax. En nu in Ghana zijn eigen schooltje heeft. Waarvoor er nog een wedstrijd wordt gespeeld hier in de buurt. En waarvan de opbrengst dan voor dat voetbalproject is. Kwanza neemt afscheid. De Boer heeft Ajax op zijn revers. En Ajax stelt zich op. Onder het mom van dat platform moet nu toch zo langzamerhand gereed zijn. En wie pakt dan straks de schaal aan? Zomaar een vraag met Moisander en De Jong. En de huidige aanvoerder in deze wedstrijd, Deli Blind. Bergkamp, Tjerk Smeets, de teammanager. En pas weer op de schouders als toonbeeld van jarenlange trouw aan Almelo. Waarschijnlijk wordt de huidige tweede man, Telgenkamp, hier de eerste. Ja.
Jaap Stam, de hele trainersgroep dus eigenlijk in de buurt. Spijkerman, de ervaren kracht. Als man met wijsheid en bezonkenheid. En als adviseur dus eigenlijk voor de man die alle beslissingen neemt. Zij lopen naar het uitvak en gaan daar het publiek bedanken. Jan Smit denkt van het mag ook wel eens gezegd worden. Als ze tevreden zijn, dan willen we dat ook laten weten. Wij hebben ons hier in Almelo goed opgesteld. Jullie hebben je tot dusver goed gedragen. Had je verwacht dat je vandaag toch zo belangrijk zou zijn? Nee, ik had het eigenlijk helemaal niet gehoopt. Je hoopt dat je niks te doen krijgt en dat je gewoon makkelijk wint. Alleen ja, liep vandaag iets anders. En het laatste kwartier moeten we maar snel vergeten. Ja, goed. Ik merkte op een gegeven moment dat het balletje rondging en dan denk je oké. Okay. Maar dan hou je toch nog in je hoofd, wie weet gaan ze de laatste 5 minuten nog wel vol. Dus dan moet je wel scherp in blijven, maar uiteindelijk speel je hem uit. Want jullie wisten gewoon al Feyenoord gaat gewoon weer naar thuis, hè? Ja, kijk, we wisten dat we zelf een punt moesten pakken en dat hebben we gedaan. Hey, en ja, hoe voelt het nu om toch uiteindelijk die schaal binnen te hebben en na zo'n seizoen, ook voor jou een vreemd seizoen? Ja, klopt. Een apart seizoen. Je komt er natuurlijk al vrij snel in, maar wel een lekker gevoel natuurlijk om dan met de schaal te staan. En dat het even een paar weken heeft geduurd, dat is maar snel vergeten. Ja, precies. Ja, maar wel heel vervelend, maar we hebben hem uiteindelijk en dat is het belangrijkste. Toch ja, je was er dan vorige week niet bij in de basis, maar het gevoel van vorige week, is dat enigszins weggespeeld nu? Nee, niet echt. We waren nog wel vrij slordig. Alleen ja, goed, dit is een wedstrijd om snel te vergeten en we hebben de schaal. Dus ja, laten we daar maar aan denken. Maar volgende week moet het wel beter. En sta je dan trouwens op doel? Dat weet ik niet, dat is aan de trainer. Dus dat moet je aan de trainer vragen. Geniet er in ieder geval van vandaag. Zeker doen. Dankjewel. Even. Hoezo live? Ja, hoe voelt het voor jou om hier te staan? Nou ja, ik ben net zo blij als anders. Alleen, ik had dit seizoen natuurlijk iets anders voorgesteld, maar ik ben net zo blij met de titel. De non-playing captain, ja, dat heb je bij tennis heel vaak, bij het voetbal niet zo vaak. Nee, heb je niet zo vaak, nee. En, vind ik zelf ook heel jammer, maar zat er niet in de laatste week. En jij gaat hem zo meteen in ontvangst nemen, hè? Ja, het goed is wel, ja, als hij er is. Hoe heb je, ja, je vier al, hè? Bedoel, hoe voelt deze in vergelijking met de vorige? Ja, voor mezelf natuurlijk iets anders vanwege het seizoen, maar ja, 4 keer op rij. Nog nooit gebeurd in de Ajax-historie, dus het is wel heel uniek en dat moeten we niet vergeten. En niet doen alsof het gewoon een titel is. En ja, ondanks alles wat er gebeurd is, moeten we het gewoon vieren als een mooie titel. Ja, dit seizoen, hoe zou jij dat typeren? Behalve nog dat je, het feit dat je weinig hebt gespeeld. Ja, ik denk wisselvallig seizoen. Ik denk dat we wel een hele lange fase hebben gehad. Dat je niet het gevoel had dat we wedstrijden zouden verliezen. En dat we veel gelijke spelen hebben gehad. Omdat we net niet goed genoeg waren om de wedstrijden dan te winnen, denk ik. En dat is een beetje dit seizoen geweest. We hebben wel genoeg punten gehaald. Alleen niet veel verloren en te veel gelijk gespeeld. 4 keer op rij kampioen, het is weinig gegeven. Geniet ervan vandaag. Dankjewel. Thank you.
Hier, met wat voor gevoel? Ja, trots. Kijk, het is, misschien was het niet de mooiste wedstrijd. Uiteindelijk hadden beide teams uiteindelijk kunnen winnen op het laatste. Dat had ik van tevoren al. Ja, als het een kwartier voor tijd gelijk is, ja, dan lijkt me verstandig dat je dan rond gaat spelen. Allebei een punt genoeg. Ja, dan moet je ook geen risico's nemen. Maar over het hele seizoen ben je gewoon de beste. Dat, als je zeg maar, na de winst te stoppen hebt gezien dat je... Feyenoord verslaat, dus verslaat PSV, verslaat Twente, allemaal concurrenten. Speelt dan gelijk tegen Vitesse. Ja, dan denk ik dat je uiteindelijk ook terecht kan doen. En dat illustere rijtje, vier kampioenschappen op een rij, is nu ook daadwerkelijk een feit. Ik zie al een lach op je gezicht verschijnen. Ja, nee, tuurlijk. Je wilt altijd, als het kan, de boeken ingaan natuurlijk. En dan is het helemaal mooi dat je dat vier keer op rij hebt gepresteerd. En dat heb ik niet alleen, dat heb ik samen met mijn hele technische staf hebben gedaan. En heel veel spelers die er ook nog steeds bij staan. En het lijkt wel of jouw hand in ook dit kampioenschap weer net zo groot is als in die afgelopen kampioenschappen. Iedere keer heeft iedereen het over de hand van de boer in het kampioenschap. Ja, dat moeten anderen oordelen. Ik doe gewoon mijn best en waar ik probeer goed in te zijn. Samen met mijn technische staf proberen we een elftal te smeden. En bewust te zijn dat het collectief het belangrijkste is. En eigenlijk is dat het vier jaar een rode draad zeg maar, door de kampioenschappen. Dat het uiteindelijk spelers winnen wedstrijden en teams worden kampioen. En dat hebben we weer bewezen, denk ik. En dat smetje vorige week, hoe staat het daarmee? Nou, in deze, je probeert zoveel mogelijk prijzen binnen te halen. Dus dan wil je ook de beker. Maar het is al heel lang geleden dat volgens mij de Johan Cruijffschaal winnaar ook kampioen is geworden. Die hebben we gelukkig ook weer doorbroken. Is dit je laatste kampioenschap voorlopig als trainer van Ajax? Ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat ik gewoon volgend jaar weer, in juni, 23 juni alweer aan het roer sta bij Ajax. Ik heb nog helemaal geen belangstelling van iets anders. En als er belangstelling is, dan ga ik daar rustig over nadenken. Maar ik hoef helemaal niet weg. Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Dus we gaan eerst genieten hier. Genieten van jou. Dank je wel. Dank je. Ja, ondertussen loopt steeds weer een speler met rug nummer 33 naar de uitreiking van de herenmedaille. Serrero is dit en daar staan Bert van Oostveen en zijn eigen KNVB-secondant die trouw alles aanreikt. En er staat ook Benny Muller die extra feliciteert. En daar wacht de schaal straks. Weliswaar staat boven ieder 33 dus ook wel even de naam. Dus ook van de mensen die in de begeleidende staf zitten. Dat is her en der natuurlijk wel makkelijk. Dit zijn de spelers. En nu gaan we naar de technische staf. Als eerste de boer. En die spijker van, ja, dat wordt steeds moeilijker natuurlijk soms om een passend iets te vinden. Maar ook Henny Spijkerman, de trouwe secondant bij Ajax, die al die jaren daarbij is geweest, krijgt hier weer een medaille. Bergkamp. De Bergkamp. Benny Muller. De Ajaxide. Ja, Stam. Komt er nu aan en dat is... En daar komt nu Siem de Jong. Een kwakkeljaar. Daar waar Ajax mensen bracht, jonge mensen als Klaassen. En waar Sillissen doorkwam na de zevende wedstrijd. Als vervanger voor Vermeer die in de fout ging. En er niet meer uitging, Sillissen dan. En daar moest de Jong toe kijken, erg vaak. Hier is de schaal. Daar staat Benny Muller. 75 jaar oud. In de meer dan 40 interlands en meer dan 400 wedstrijden voor Ajax. In de tijd dat je nog sigarenzaak nodig had om in je levensonderhoud te voorzien. En zeker wanneer je uitgevoetbald was,
Dat is Benny Muller uit de Haarlemmerstraat in die tijd vanuit Amsterdam. Dit is het Ajax van nu. Het Ajax van het seizoen 2013-2014. Voor de vierde keer op rij Ajax landskampioen van Nederland. Vreugde hier in Almelo, feest in Amsterdam. De directeur van afstand. Want bij dit feestgedruis, niet op het veld van de Zar, niet op het veld de technisch directeur Overmars. Naar het uitvak. En dit alles in het Polmanstadion in Almelo, waar Heracles Ajax vriendelijk heeft ontvangen. En waarin Ajax kon dartelen zoals het wilde. En waar dus ook Bojan nog even speelminuten kreeg in deze wedstrijd. En het is een eerbetoon aan de overleden trainer, althans de man die trainer is geweest, heel kort Villanova, de man die dus in de afgelopen week is overleden. Op jonge leeftijd, de trainer van Barcelona, Villanova. Dit is het dus vanuit hier. Vanuit Almelo, met de vaststelling wat in de lucht hing, is uitgekomen. Ajax is nu de landskampioen. Eindelijk, hè, zou ik bijna willen zeggen. Ja, een paar weken. Eskom. We gaan live. Jo, oké, sorry. Ja, kom. Oké. Past hierbij een woord als eindelijk? Ja, een beetje wel. Maar we konden het een paar weken eerder worden, maar we hadden het niet echt in eigen hand. Dus ik ben er niet minder blij omdat het vandaag gebeurt.
En van het laatste kwartier ben je niet moe geworden? Nee, zeker niet. Ja, laten we zo zeggen dat we het ook maar eens mee moeten maken. Maar ja, de beide ploegen hadden nog, hun hadden nog maar één punt nodig. En ja, wij ook. Dus ja, mooie remise dan maar. Nou is het voor jou ook alweer de vierde. Het is een beetje een raar seizoen. Hoe zou jij het in een paar woorden omschrijven? Ja, voor mij toch een heel mooi seizoen. Toch wel weer op een nieuwe positie gestart. Ja, eigenlijk toch wel de lijn doorgetrokken van vorig jaar. En, ja, ook ontzettend trots op het elftal dat we toch weer hier staan aan het eind van het seizoen. En, ja, ik denk dat aan het begin van het jaar toch heel veel mensen er anders over dachten. Maar we hebben het toch weer laten zien. Belangrijker geworden in de ploeg, ook op een andere positie. Op het middenveld is het ook een soort van erkenning dat je echt meetelt, ook bij Ajax. Ja, zeker. We hebben nu ook geschiedenis geschreven met de ploeg. En ook voor mij... Ja, dat hoort dan ook een beetje bij dit, hè? Ja, zonde. Ik had liever opgedronken. Ik moet erbij komen staan voor u. Dat weet ik ook niet. Hey, ik wist trouwens niet dat hij die vrije trappen nog zo kon raken, joh. Dat wist ik ook niet. Ja, hij las schietser op trainen ook wel eens in, maar vandaag was denk blunder van de keeper, vond ik. Hey, maar jij belangrijk, Silsen belangrijk, maar wat hij heeft gepresteerd dit seizoen? Ja, ook Lasse is ontzettend belangrijk geworden dit jaar en hij stond er op hele belangrijke momenten voor ons wanneer we hem hard nodig hadden en ik ben trots op. Hey, zoek jij even een handdoek, ga gelijk even door met Lasse. Hey, ja, hij zat er heerlijk in, hè? Ja, hij zat er wel. Hij zat er goed in. En, beetje jammer dat na 10 minuten weer gelijk werd. Maar, wij lopen ondertussen een klein beetje die kant op, want je moet op de elftal foto. Nou, geniet ervan, hè? Deze kant.
Hoeveel bier ga je vanavond drinken? Ja, ik weet niet hoeveel er is. Even kijken. Maar bedoel, er gaat wel wat in vanavond. Ja, dat komt wel goed. Hey, het seizoen van de doorbraak, 10 goals. Dit kan toch eigenlijk niet mooier voor jou, hè? Nee, dit is gewoon voor mij een topjaar geweest. En zeker begin van het seizoen liep het niet bij jong Ajax zelfs. En ja, dat ik hier dan nu mag staan is wel mooi. Ben je af en toe niet verbaasd geweest over jezelf? Nou, het gaat eigenlijk zo snel. Je kan niet echt even nadenken. Alleen als de verslaggevers dat vragen en dat, zoals jij nu, dan ga je daar bij stilstaan. Maar ja, ik denk dat je ook niet te lang bij stil moet staan. Ja, ik denk dat je die flow maar snel moet meenemen, ook de zomer richting Zuid-Amerika. Ja, dat zou mooi zijn als ik daarheen mag. Nou, zover is het nog niet. Die salonremise, want zo mogen we het toch al noemen, hè, de slotfase. Ja, op het einde ja, vonden we het allebei wel goed. Natuurlijk wil je het liefst naar voren, maar ja, je moet ook je achterhoofd houden dat je gewoon kampioen kan worden vandaag. Het is al 2 keer niet gelukt. Dus ja, vandaag wou we wel dat het klaar was. Ja, want in de studio hadden ze er ook al over. Kregen jullie dat signaal ook een beetje vanaf de bank? Van jongens, doe maar rustig aan. Ja, en je zag ook dat zij ook niet meer wouden. En toen op een gegeven moment dachten wij van ja, dan gaan wij ook niet meer naar voren. Dat wordt een leuke tocht richting Amsterdam zometeen. Het gaat lang duren, denk ik, maar het kan niet lang genoeg duren. Oké, okay, veel plezier, hè? Ja, yes, dankjewel.
kloten. Helemaal naar de kloten. Helemaal naar de kloten. Helemaal naar de Fano Denzel, die kan er ook wat van. Maar goed, goed voedzaam maaltje zie ik, hè? Ja, dat is typisch van ons herstel. Er staat extra veel vitamine. Daar kan wel bier overheen straks. Ja, zeker weten, zeker. Vanavond wordt het niet veel gezond. Hey, ja, ook voor jou een ontzettend vreemd seizoen. Hoe zou je het typeren? Ik denk een seizoen waar alles in zat. Tot rode kaarten, tot schorsingen, tot op belangrijke momenten er niet gestaan te hebben. Dus eigenlijk alles. Ik vind overigens die Van Rij wel een matige DJ. Ja, het is mijn telefoon, maar ik kan er niet veel van. Hey, maak er maar een mooi feestje van vandaag, hè? Dankjewel. DJ, wat is... Wat is... Nee. Aan die telefoon, hè? Ja, maar jij bent de aangewezen DJ. DJ? Nee. Ja, doe dat niet. Het is wel eens een beetje ritmaten. Ik hoor alleen maar klachten over de DJ vandaag, hoor. Hij doet het niet. Hij gaat elke jaar stuk. Laat dat nou niet aan Van der Hoorn over, want dan wordt het helemaal niks, hoor. Van der Hoorn heeft er niet zoveel gevoel voor, nee. Meip! Joe! Hey, wat zei? Ja, doe maar. Wat zei je, sorry? Oh, we gaan eruit. Ja, is goed. Ze moet dat hebben. Ze kan me gratis geven.